We kunnen het beste beginnen in 1917. Ik was toen net firmant. Dit ben ik zelf rond die tijd. De familie had me meteen al de belangrijke opdracht gegeven om op zoek te gaan naar een locatie voor een nieuw fabrieksgebouw. En dit was het terrein dat we uitzochten. Het lag vlak buiten Rotterdam, was groot en goed bereikbaar. Jong en idealistisch als ik was, stelde ik mij voor hier een echte toekomstfabriek te bouwen. Vol licht en lucht, hygiënisch en efficiënt. Mijn idealisme werd aangewakkerd door mijn geestelijk leider Krishnamurti. In der tijd was een groep theosofen, waaronder ikzelf, ervan overtuigd dat Krishnamurti uitverkoren was. We geloofden dat God in zijn lichaam zou neerdalen. Krishnamurti sprak over een nieuwe tijd die snel zou aanbreken. Een tijd van licht. Om de mensen voor te bereiden op deze grote verandering, richten we de Orde van de Ster op. Hier zien we een van de jaarlijkse bijeenkomsten van de Orde van de Ster in Ommen. Het lag voor de hand dat ik met mijn achtergrond me bezighield met de organisatie van de sterkampen. Jan Brinkman, in 1925. Toen nog een student die net het vaste architectenbureau van Van Nelle had geërfd. Ik vond een compagnon voor hem in Leendert Cornelis van der Vlucht. Een man in wie ik veel vertrouwen had, ook al had hij toen nog niet zoveel gebouwd. Via Van der Vlucht kwam ik in contact met kunstenaars van de vereniging Opbouw. Ze vertelden me vol enthousiasme over de efficiëntie en schoonheid van auto's en vliegtuigen. Het kostte ze weinig moeite mij te overtuigen. Het modernisme werd de tweede belangrijke inspiratiebron voor de fabriek. We zouden bouwen met staal, spiegelglas en gewapend beton. Hier zien we hoe de heipalen gegoten worden. Zelfs die waren van gewapend beton. Jan Brinkman onderzocht de betrouwbaarheid van de betonpalen. We hadden uit Amerika een stoomhamer laten verschepen. Hiermee werden de palen geheid en vervolgens weer getrokken, zodat we ze konden controleren op vervormingen en scheurtjes. Vlak na de feestelijke eerste betonstorting vertrok ik naar de Verenigde Staten. Ik wilde zelf zien
wat de Amerikaanse ingenieurs in elkaar zetten. Ik trok er 4 weken rond en bezocht zo'n 35 fabrieken. Dit zijn foto's van de daglichtfabrieken die ik daar zag. Ik weet nog goed hoe met name de plafonds mij opvielen. Geen balken, maar helemaal glad. Veel mooier en beter te verlichten dan de traditionele plafonds die wij in gedachten hadden. De constructie die ze hiervoor gebruikten was de paddenstoelvloer. Een vloer gedragen door kolommen met brede bovenkanten die de functie van balken overnamen. Toen ik terugkwam van mijn Amerikaanse studiereis, was de bouw al in volle gang. Toch wilde ik de constructieplannen veranderen en die paddenstoelkolommen toepassen. Van der Vlucht moet me toen wel naar de maan hebben gewenst. Maar gelukkig had hij een sportieve geest en gevoel voor humor. En net als ik, het ideaal, het beste gebouw te maken. Het is nu misschien moeilijk voorstelbaar, maar die paddenstoelconstructie was destijds vrij spectaculair voor Europa. Men stond er nog wat huiverig tegenover, omdat er nog geen wetenschappelijke manier was om ze uit te rekenen. Een van de grote voordelen van die paddenstoelconstructie, dat was dat we een heel dunne, vrijwel transparante gevel konden maken. De kolommen droegen het gebouw. De gevel bestond slechts uit grote glasplaten in een slank staalprofiel, die als een vlies om het gebouw heen waren gespannen. Zo kon het daglicht de werkzalen instromen. Een groot deel van de tijd zou het personeel dus in natuurlijk licht kunnen werken. En dit is Walter Gropius in 1926. Ik was toen voor het eerst bij hem op bezoek in Dessau. De sfeer was meteen heel hartelijk. Gropius was directeur van het Bauhaus en had het gebouw ervoor zelf ontworpen. Het is duidelijk dat deze opnamen later zijn gemaakt. Toen ik het complex bezocht, was het net voltooid. Nog steeds verbaas ik me over alle formele overeenkomsten met de Van Nelle-fabriek. Het betonnen skelet, het spiegelglas, de 2 blokken verbonden door een loopbrug. Op dezelfde reis bezocht ik de Weissenhof-siedlung in Stuttgart. Nu wordt deze tentoonstelling gezien als een keerpunt in de architectuurgeschiedenis. Het begin van de internationale stijl. Het was een vreemde, inspirerende ervaring om te zien dat architecten uit heel Europa, onafhankelijk van elkaar, tot eenzelfde vormtaal waren gekomen. Het modernisme. De Van Nelle-ontwerpen, die op hetzelfde moment in Stuttgart hingen, drukten diezelfde esthetiek uit. Thank you.
Hier is het skelet van de tabaksfabriek af. Het moet dus 1927 zijn. Ik weet nog dat ik daar stond met Van der Vlucht en genoot van het uitzicht over de stad aan de ene kant en de polder aan de andere. De suggestie hier een ontvangstruimte neer te zetten viel in goede aarde. En Van der Vlucht ontwierp een rond theehuis als een uitkijkpost.